Het Terschelling TV Sinterklaasverhaal. Spoedeisendhulp krijgt een leuk presentje. En Torenpraat met Ivo Wiersma. Hallo allemaal en welkom bij het Terschelling TV Journaal van zaterdag 4 december 2021. Afgelopen 2 weken waren wij met het hele team druk bezig met het opnemen van het Terschelling TV Sinterklaasverhaal. Daarom is dit journaal wat korter. Voor iedereen die het Sinterklaasverhaal nog niet heeft gezien, ga kijken. Het is de moeite waard. Ja, wel goed. De Sint die maakt het wel erg makkelijk. Wat ligt hier nou? Zo, wat is dit? Wat is dat nou weer? Wat is dat? Is dat Harry? Nee toch? Wat zal die blij zijn? Nog 2 wortels. Hij heeft ook zo hard gewerkt hè, vandaag. Ja, nou, kijk eens. Voor elk kind een cadeautje. En dan hebben we allemaal een prettige dag op mijn verjaardag. Ja, Sinterklaas. Lijkt het jou nou leuk om ook te helpen bij een Sinterklaasfilm? Of wil je dingen leren op het gebied van filmen, monteren en presenteren? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe krachten. Stuur ons dus gerust een mailtje op info@terschelling.tv. En nog meer Sinterklaasnieuws. Vergeet niet om de Sint-Nicolaasloten in te leveren voor 12 uur op maandag 6 december. Helaas is er ook dit jaar geen Sunderum. In verband met de coronamaatregelen kan het feest op 6 december niet doorgaan. Afgelopen woensdag waaide het erg hard en moest de brandweer en politie uitrukken om de weg weer vrij te maken vanwege een omgewaaide boom. En ook donderdag moest de brandweer uitrukken, ditmaal om een brandje bij de campus. Een bed stond in de fik, vermoedelijk door kortsluiting met opladers. Leerlingen van het VMBO Skiel Giouw hebben voor de spoedeisende hulp in Leeuwarden zelfgebakken koekjes afgeleverd in het ziekenhuis. Reporter Lennart-Jan Geerts was hierbij en maakte de volgende reportage. Oh, jullie zijn helemaal creatief bezig geweest. Wat lief, hè? En dat heb jij allemaal gebakken? Ja, samen met nog iemand. De spoedeisende hulp van het Medisch Centrum Leeuwarden kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat dachten ze bij VMBO het Skiel Giouw op Terschelling. Goedemorgen. Vanmorgen vroeg, met de allereerste boot vanaf het eiland, kwamen ze door de leerlingen zelf gebakken koekjes afleveren. Nou, er speelt natuurlijk heel veel in de zorg op dit moment, dat weten we allemaal, in het kader van corona. Dus ik had dat zo gevraagd van, wat vinden jullie van dat idee? Nou, ze zijn gelijk aan de gang gegaan. En met z'n allen, met onder andere Fleur, onze leerling van Vlieland, in de keuken gestaan, koekjes gebakken en leuk ingepakt. En dat hebben ze net afgeleverd. De medewerkers van het MCL waren blij met de actie. Ja, het doet ons heel goed dat mensen met ons meeleven en dat we gewoon zo ook ons werk kunnen blijven doen. He, dat we ons gesteund voelen en dat is wel nodig voor ons, want we lopen allemaal wel op onze tenen. Ja. En deze week is er weer een torenpraatje met Ivo Wiersma. Torenpraat, en deze keer een wat jongere gast, ja. Ivo Wiersma. Ivo, jij bent hier niet geboren, Klopt. Maar je bent ooit wel op het eiland aangekomen. Ja. Wanneer was zeker. De eerste keer hier op het eiland? Dat is 2004 geweest. 2004? Ruim 17 jaar geleden ben ik hier voor het eerst gekomen als broekje voor de zeevaartschool. Daarvoor ben ik hier ook nooit geweest met jeugdkampen of zoiets. Ik ben voor de zeevaartschool hier naartoe gegaan. Oké. Dus je was hier nog nooit geweest? Nee. Dus je bent echt om te gaan studeren ben je hier terecht gekomen. Hoe was dat dan toen je hier kwam? Een pracht, een verademing. Het was, ik kwam me heel snel achter dat dit een gemeenschap is waar ik wilde blijven,
blijven hangen, ja. Al tijdens je studie kwam je daar al achter? Ja, ja zeker. Ik ben ook in de zomers vaak ben ik hier gebleven. Bij Kooiman Kees & Kerry gewerkt, bij Camping Knossen. Het is gewoon, meteen was het een prachteiland. Ja, dus je bent inmiddels al een echte eilander geworden? Ja, dat kan je denk ik wel zeggen, ja. Maar ben je daarna ook nooit meer weg geweest van het eiland? Nee. Sindsdien heb ik hier eigenlijk altijd een huisje gehad. We zijn 2009, 2010, was ik klaar met mijn studie. En met een paar andere jongens hebben we hier een huisje samengehuurd. Ja. En ben ik gevaren. Dus we hadden een prachtig mooie constructie. We legden allemaal een deel van de huur in. En als je thuis was, dan had je een bed. En als je weg was, dan hield een andere man. Ja, joh, dat was geweldig. Dus ik heb echt de eerste jaren na mijn studie was het ook meer een soort vakantie-eiland. Ja. Maar ja, inmiddels ben je alweer 17 jaar hier. Ja. En wat stappen verder? Je bent ook onlangs een jaar geleden vader geworden. Ja, vader geworden. Het wordt altijd om een beetje volwassen te worden dan. Hè? Het is al een geruime tijd geleden inderdaad. Is dat huurhuis, het is verzegd voor een koopwoning. En vader geworden. En het leven wat stabieler neergezet. Klopt. Ja, maar jij vaart nog wel? Ik vaar nog steeds. Ja. En ook best wel ver, want ik heb je wel eens aan de lijn gehad dat je in Korea zat. Ja, klopt. Dat was ook een leuk overleg. Ja, klopt. Dus wereldwijd kom ik nog steeds. Ik ga nu volgend jaar weer terug naar het kraanschip waar ik voorheen ook mee bezig was. Ja. En daarmee windmolens installeren op de zee. Oké. Okay. Dus ja, in de kust. Dan ben je al een tijdje weg. Dat is normaaliter is dat 5 weken op, 5 weken af. En dan heb ik dus 5 weken elke keer op de Schelling om te doen wat ik er mooi vind. Hoe is dat dan om weer het eiland te zien? Een genot. Ja, het is echt thuiskomen. Dat is de Schelling natuurlijk. Je komt aan op West en je bent meteen meteen thuis. Ja. En dat is het na 10 jaar varen is dat nog steeds hetzelfde. Nou, ja. Okay. Nou, dat is goed om te horen. Hey, daarnaast doe je ook nog wat anders. Ja. Ja, wat ik zeg, in die 5 weken als ik thuis ben, dan kan ik niet blijven stilzitten. Ja. Het huis was af en dan moet je wat ondernemen. En dan zijn jullie de Jutfabriek begonnen. Hoe is dat ontstaan? Dat is ontstaan aan de koffietafel. Ja. Met een met eigenlijk een ergernis van de rotzooi op Noordzeestrand. Mm-hmm. Met Vincent ben ik dat begonnen, Vincent Kooiman. Ja. En die komt geregeld plastic tegen. En hij is wat vaker op het strand dan ik. En hij zei, joh, kun je dan... Zou je met dat plastic ook wel niet kunnen, hè? Want als van oudsher met dat jut op de Schelling... werden hele schuur gebouwd met oud scheepshout. Ja. Grondstoffen spoelen aan. En de nieuwe grondstof eigenlijk is plastic. Ja. Waarom zou je dat als afval? En zo zijn we daar een beetje naar gaan kijken wat daar de mogelijkheden van zijn. En dan snel dan... stuiten op een community die eigenlijk al ons bijna de handvaten gegeven had. Jongens, het is mogelijk. En toen hebben we woord bij daad gezet en zijn we de stichting begonnen. Maar inmiddels is het wel een stukje verder dan alleen een stichting en er is plastic. Want jullie verzamelen het, verwerken het, maken er dingen van. Hè? Want jullie hebben echt wel producten onderhand, toch? Ja, we zijn al in 3 winkels op dit moment liggen wij. Op West, Midsland en in Lies. Met producten van ons. Ja. Om zo de bewustwording en ons verhaal uit te dragen. Schaaltjes, bloempotjes, onderzetters. Dat is eigenlijk het bijproduct van wat we zijn. Want we zijn een stichting die kijkt naar een oplossing voor het plastic probleem. En dan zijn we met verschillende samenwerkingen. Met de milieujutten natuurlijk die ons de grondstoffen geeft. Maar ook met de NL zijn we aan het kijken naar hoe we dat plastic beter kunnen schoonmaken om hoogwaardige producten te maken. Mm-hmm. We zijn aan het kijken naar samenwerking, wat we kunnen nou echt te Schelling bieden aan plastic circulaire producten om zo nog een duurzamere samenleving te maken. Dus dat is echt in 2 jaar zijn we daar best wel wat stappen aan het, hebben we al genomen. Ik wil het zeggen, want jullie hebben wel aardig wat apparatuur staan. Klopt, inderdaad. En nog meer in het vooruitzicht. En de wens naar nog veel meer volgens mij? De wens naar nog veel meer, ja zeker. Ja, want... Er is veel plastic, dus je hebt veel machines nodig en veel kracht om dat allemaal om te zetten naar nieuwe dingen. Ja. Nou, en wat je ook ziet is dat het ook wel mooi combineert inderdaad met de milieujutter. Nou, onlangs hebben we het hele Jut XL gehad met de Waddenvereniging. Ja,
klopt. Ja, dus je kunt ook laten zien wat er gebeurt van het verzamelen van de troep. Het is een prachtig mooi fenomeen om de mensen te laten zien dat al het afval dat je van het strand afhaalt, wat dus resulteert in een mooi strand, ja. Maar dat al dat afval ook nog eens een keer echt gerecycled kan worden en hoe je dat doet. En om dat die mensen daadwerkelijk te laten doen. En dat geeft ook de bezoekers van al die jut-acties geeft dat veel voldoening. Ja, en het mooie is, ze laten het eiland nog mooier achter dan dat ze het aantreffen. Ja. En daar betalen ze ook nog voor. Ja. Dus dat is helemaal goed. We zijn alweer aan het eind. Ja, dat is toch korter dan je denkt. Nou, de boot laat het ook even weten. Ja. Aan het eind krijg je altijd een dilemma. Oké. Okay. Maar voordat je het dilemma krijgt, krijg je ook een cadeautje. En het is nog wat vroeg, want je zoon is ongeveer een jaar, toch? Klopt, ja. Nou, ik dacht, jij als jutter zijnde, hè, dan kun je straks als je zoon iets ouder is, want die zal ongetwijfeld meegaan het strand op. En dan kun je, dus de juttocht, dan kun je dus, in elk buisje iets verzamelen. Dus ja. Dan kun je samen met hem aan je passie werken en samen het jutverhaal opzetten. Nou, dat gaan we zeker doen, ja. Nou, alsjeblieft, hier kan die in. Ja. En dan, hier krijg je altijd het dilemma. Oké. Okay. Oost of west? West. West. Ja. Waarom ja. West? Daar ben ik aangekomen ooit en gebleven. En daar zal ik ook blijven. Nou ja, dan is het heel makkelijk. Mag jij richting west lopen, dan loop ik richting oost. Wil ik je heel erg bedanken en ik wens jullie heel veel succes met de Jutfabriek. Ik denk dat er nog een aantal mooie dingen uit gaan komen. Zeker. En we zullen jullie op de hoogte houden. Nou, dankjewel. Hey, okay. Hoi. Hoi, hoi. Wil je meer weten over de Jutfabriek? Kijk dan op dejutfabriek-terschelling.nl. Dit was het dan weer voor deze week. Heb je zelf nieuws? Mail ons dan op info@terschelling.tv. Blijf op de hoogte van wat er allemaal op Terschelling gebeurt en abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wil je nog meer Terschellinger nieuws? Neem dan een abonnement op Weekblad De Terschellinger en ga hiervoor naar deterschellinger.info. Bedankt allemaal voor het kijken. Gaan jullie allemaal het Sinterklaasverhaal bekijken? En dan zeg ik een fijne pakjesavond en tot volgende week.